Goedemorgen CX-rijders. Heden te koop, een motorblok. Motorblok is bij mij uit het frame gehaald vanwege een kapotte dynamo. En dan heb ik eventjes in het frame een andere kant een klaar blok gezet. Ik heb niet zoveel zin om dit blok terug te plaatsen in dat frame, want dat rijdt allemaal alweer. Dus dit blok staat nu kant en klaar voor het volgende project of voor de volgende koper. Motorblok is verder goed, voorzien van schone olie. Schone koelvloeistof, kleppen gesteld, distributieketting gesteld. En er zit een nieuwe dynamo in. Stekkers zitten er ook allemaal aan. Dus dat probleem is opgelost. Aanzegbuizen zitten erbij, startmotor zit erbij. Motorblok is grofweg een jaar of twee geleden gespoten door mij. Veel nieuwe verzinkte boutjes en moertjes erop. Het is het oude model CX-blok met de zwarte kap voorop. De radiateur is ook ingespoten met zwarte lak. En deze zijde is niet zo mooi om naar te kijken. De oliefilter is vervangen. De olie is vervangen. Motorblok is kant-en-klaar voor gebruik. Gegarandeerd 7500 kilometer tot de volgende onderhoudsbeurt moet die draaien. Ik verwacht geen problemen. Wat kan ik er nog meer over vertellen? Het ziet er gewoon netjes uit. Motorblok rijdt. Het is ongeveer, heeft hij bij mij 2 jaar in een frame gezeten waar ik ongeveer een kilometer of 800 tot 1000 mee gereden heb. En het motorblok heeft een testdynamo voor mij mogen testen. En die is er dus al uit, omdat het dus kapot ging na onvakkundig gebruik door mijzelf. Ik was gaan rijden zonder aansluiting op de voedingspoel om wat anders te testen. De CDI-blokken van een andere model was ik aan het testen. Waterpijp. Waterpijp is gepoedercoat. Die is niet gespoten. Die is zwart gepoedercoat. Dus die gaat ook alweer een tijd mee. Startmotor is uit elkaar geweest. Is opnieuw gespoten. Ja, ik kan er van alles over vertellen. Maar het is gewoon een fijn blokje. Om het even zo te zeggen. Als jij een CX hebt staan waarbij de dynamo kapot is. Dan is dit waarschijnlijk de goedkoopste en de snelste keus. Oude blok inleveren. Ik bouw hem er voor je onder. En dan heb je een rijdend blok wat er weer een beetje netjes uitziet met de nieuwe dynamo. De waterpompkering is gewoon vrij vers. Ook daar verwacht ik geen problemen mee. Dus het is gewoon plug and play. En dan zijn we ook gauw klaar. Wat hier staat moet €595 kosten. En als jij je oude blok inlevert, in welke staat dan ook, dan bouw ik hem er nog voor je onder ook. En dan is het wegrijden en gaan met die banaan. Heb je vragen? €595. Ik ga het hem ook op speurders.nl zetten. Maar een beetje hoe wat. Als je vindt dat het te duur is, prima. Klopt niet bij me aan. Ga zelf even rekenen. Een dynamootje inbouwen. Dat kost je al bijna €500. Dus ik denk dat hier een interessant ding staat. Bedankt voor het kijken. Heb je vragen? Mail gerust. Marco Becker, apenstaartje, zonnet.nl. En voor diegenen die zilvergrijs metallic niet mooi vinden. Ik heb ook wel andere motorblokken in de verkoop. Hier met zwarte klepperdeksels. En daar nog een zwart blok. En het andere blok heb ik te koop staan, maar die staat niet bij mij in de schuur. Dus er is hier nog meer te koop. Heb je vragen? Mail gerust. Bedankt. Tot ziens. Groetjes.